Goedemiddag, welkom bij WHC TV. Vandaag de wedstrijd WHC tegen PKC 83. Ruststand 0-0, eindstand 1-1. We gaan napraten met Pascal Mulder van PKC 83 en met Marcel van der Stegen van WHC. Pascal, ik hoef het niet te zeggen, maar je bent ontevreden. Ja, ik denk dat je ontevreden kunt zijn. Niet over het spel, maar over de beslissing die de scheidsrechter neemt. Wat gebeurde er eigenlijk? Wat deed hij doen? Pakte hij de bal op en rolde hij weg? Of pakte hij weer op? Wat gebeurde er? Dat is een beetje onduidelijk voor iedereen volgens mij. Maar ik denk dat die floot voor 6 seconden regel. Oké. Maar dat moeten we straks even navragen, want ik heb geen idee. Nee, goed. De wedstrijd dan, Pascal. Je wist dat je een gehavend WHC tegenover je kreeg? Ja, nou ja, goed, ik ken het hele team niet, dus voor mij staan er gewoon 11 spelers die graag van ons willen winnen als ze nog voor de koppositie mee willen doen. Dus ik had een gretig WHC verwacht. Ja, jullie hadden een goede reeks neergezet, 5 overwinningen, 3 gelijke spelen. Die wil je graag doorzetten, want je wil weg onderuit die kelder van de hoofdklasse C. Hoe vond je spel van je ploeg in de eerste helft? Ik vond het eerste kwartier een beetje moeizaam. Balcontacten waren niet goed, maar ik vond wel dat wij de beste kansen kregen van Pannenkoek in de 19e minuut, die de keeper overigens heel goed uit de goal haalt. Fantastische redding. En Erolind Derkouti, die in de 42e minuut alleen op de keeper afgaat en naschiet. Dus als je naar de kansverhouding kijkt in de eerste helft, ja, dan moet je gewoon op 1-0 voorstaan. Ja. Goed, we gaan naar Marcel van der Stegen. Ja, Marcel, ik zei het al, je had wat mutaties vandaag, maar je hebt ook gewaarschuwd voor Bos, waar is Meister de handen aan vol had. Of de ballen van de zijkant, daar moet je die Bos uitschakelen. Maar ja, die gaat fel en fysiek sterk. Ja, nou goed, ik denk dat we even moeten beginnen met van dat we natuurlijk in een heel andere situatie kwamen in de, bij aanvang van deze wedstrijd. Omdat eigenlijk van de 24 A-selectiespelers er 10 afwezig waren. Waarvan ook nog eens een keer 7 basisspelers. Dus ja, dat maakt dus dat je in een heel andere situatie terechtkomt. En dan wordt het echt overleven, zeg maar. En strijden voor wat je waard bent. Dus dat is toch een andere aanvangssituatie. Nou, we hebben gewoon vanaf begin af aan geprobeerd om die strijd erin te gooien. Ik moet eerlijk zeggen dat de kansenverhouding inderdaad in het voordeel in de eerste helft was van PKC. Het was een fantastische redding van Arjan Verhoef. En vervolgens inderdaad komen we goed weg op het moment dus dat vlak voor rust die nummer 15 door de defensie heen wandelt. Ja. Goed, we gaan met Pascal Mulder naar de tweede helft. Ja, toch na een minuutje of 5 op voorsprong. Maar dan zie je toch eigenlijk niet dat echt PKC direct een tandje erbij opgooit en doordrukt? Of? Nee, dat moet je ook kunnen. En kijk, WHC is een goede ploeg. En ondanks dat ze 10 mensen er niet bij hebben. Ja. Kijk, wij hebben een hele smalle selectie. Ik had het al met Marcel voor die wedstrijd erover. Wij kunnen niet uit onze jeugd putten. Wij moeten het ook doen met de 18 die we hebben. Ja, dan nog. Wij kunnen niet domineren, maar goed, wij hoeven ook niet te domineren, want wij moeten gewoon punten pakken om niet te degraderen. En dan kijk je niet naar de tegenstander, maar dan kijk je naar jezelf. En ik vind het een beetje jammer dat wij niet die 3 punten pakken. En het is voor jullie natuurlijk gunstig, maar... Ja, echt dan uitgespeelde kansen, school van afstand, dan echt uitgespeeld wordt dat dan niet meer. Nee, maar goed, WRC creëert ook geen kansen. Nee. Dus, als je kijkt naar de wedstrijd, vind ik jammer dat we die 3 punten niet pakken. Maar ik weet nog steeds de beslissing van de scheidsrechter niet. Dus. Nee, goed, dat misschien de beelden van avond te zien. Ja. Wie er natuurlijk wel blij mee is met de 1 punt is Marcel. Je had ook liever 3 gehad natuurlijk, want Wierde speelt gelijk vandaag tegen Putten. Ja, maar goed, als we gewoon heel realistisch zijn, is dit een normaal gesproken toch een maximaal resultaat wat we hier hebben gehaald. En we hebben inderdaad heel weinig kansen kunnen creëren. We hebben ervoor gestreden voor wat we waard waren. We hebben ook de risico's genomen. We hebben eigenlijk de hele wedstrijd 1-op-1 achterin gestaan. We hebben op een bepaald moment zijn we 2-4 gaan voetballen. Dus ja, we hebben er alles aan gedaan en geprobeerd. En dan moet je er ook een keer geluk hebben dat een bal net
net goed valt. Die het ene afgekeurde doelpunt van Herre was dan weer zo'n moment dat ik denk van, oh, nou ja, voor hetzelfde geld wordt er niet gevlacht of stond hij niet buitenspel. Of, nou ja, goed, die maakt hij mooi af voor trouwens, Herre. Ja. Dat was fantastisch afgemaakt. Dus je hoopt toch op een gelukje en dat je dan kan zeggen, nou, we hebben deze wedstrijd hebben we overleefd en dat hebben we op een hele gelukkige, goede manier gedaan, zodat je dus weer een pijn kan doen. Nou, dat is helaas niet gelukt, maar nogmaals, op basis van de krachtsverhoudingen vandaag en als je kijkt van hoe wij moeten strijden vandaag, dan denk ik dat we het goed hebben gedaan. Nog dat de actie van Hubus, dat de meter hem even, dus net voor de 16 nog aan zijn arm trok, was ook misschien een mogelijkheid geweest. Goed, Pascal, jij nog een laatste opmerking. Nou ja, ik wens jullie heel veel succes in het in de resterende wedstrijden voor het kampioenschap. Ik bedoel, je krijgt Wierden nog thuis. Ja, over 2 weken. Dus alles is nog open en Wierden heeft 2 gespeeld, dus voor jullie is het gunstig. Ja. En er wordt gewoon 2 keer getraind van de week, Pascal, niet 1 keer meer? Ja, ik heb geen mensen op de training van dinsdag, dus dat is voor mij heel vervelend. Ik hoor dat jullie 3 keer in de week trainen, dus, maar helaas, ik moet het doen met het verhaal wat er is op dit moment. En dat is net als vandaag jullie overleven. Goed, Pascal, bedankt. Marcel, nog een laatste opmerking. We leven nog, het is nog steeds mogelijk en we blijven erin geloven tot de laatste snik. Goed, tot zover WRC TV. Volgende week speelt WRC Uitdrecht Dassen Boys en PKC tegen Staphorst. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.